Noël van Klaver, het is al een poosje geleden dat we je gesproken hebben. Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar? Ja, dat klopt. Afgelopen jaar niet mijn beste jaar gehad. Het EK helaas moeten missen vanwege privéomstandigheden. Mijn vader was erg ziek, waardoor ik echt niet vol kon turnen en daarnaast op een laag pitje alles ging doen. Op dit moment gaat het goed met hem, dus dat is fijn om te horen natuurlijk. Daarnaast heb ik wel het NK turnen gedaan, waar ik Nederlands kampioen ben geworden op sprong. Nou, dat voelde gewoon heel goed om weer terug op dat podium te staan. En ja, in voorbereiding op het WK helaas geblesseerd geraakt, waardoor ik niet mee kon doen. Was 2014 in sportief opzicht voor jou een verloren jaar? Eigenlijk wel een verloren jaar. Ik heb twee belangrijke toernooien moeten missen, het EK en het WK. En ja, daar baal ik zo ontzettend van. En het was toen zoals het is. En ik kan het natuurlijk niet meer terugdraaien, maar daarnaast wel nog positieve punten teruggepakt op andere wedstrijden waar ik wel weer teruggekomen ben op niveau. Hoe sta je er nu voor? Nu sta ik er ontzettend goed voor. Ik heb aanstaande zaterdag heb ik mijn eerste EK-kwalificatie, die later in april in Montpellier gehouden wordt. En daar lekker voor aan trainen en het gaat eigenlijk erg goed. En dan moet het ongetwijfeld ook een opluchting zijn dat je vader er een stuk beter voor staat dan die een jaar geleden ervoor stond. Ja, klopt. Het is natuurlijk heel erg fijn dat hij zich nu ook gewoon echt goed voelt. Ik heb echt 8 maanden gewoon niks gedaan en ik kon niet turnen. Ik kon gewoon echt mijn hoofd niet bij turnen houden, alleen maar bij mijn vader. Ik wilde daar zijn. En ja, op het moment dat je hoort dat hij weer goed is en dat het goed met hem gaat. En ja, dat voelt zo goed dat je gewoon weer kan stralen en vol weer voor turnen kan gaan. Hoe sta jij er nu voor, qua vorm en qua fitheid? Qua fitheid eigenlijk erg goed. Ik ben lekker op weg. Natuurlijk nu binnenkort EK. En daar wil ik me echt voor gaan kwalificeren om weer terug te komen op het internationale podium. Nou is van jou al jaren bekend. Jij werkt toe naar dat ene grote doel, de Olympische Spelen. Hoe belangrijk wordt dit jaar daarvoor voor jou? Nou, dit is natuurlijk een heel belangrijk jaar. Dus voor Olympische Spelen nog, dus 2015. Het belangrijkste is het WK, wat in oktober gehouden wordt in Glasgow eind dit jaar. En daar moeten we het echt als team gaan doen. Daar moeten we ons gewoon gaan kwalificeren voor de Spelen. Hoe groot schat je je kansen erop? Want je hebt het natuurlijk niet helemaal in eigen hand. In sommige sporten plaatsen je puur als individu, maar je moet het ook met je ploeg doen. Ja, dat klopt. Nou, we moeten natuurlijk als team doen voor Team Nederland. En ik moet zeggen dat we een heel sterk team hebben. We hebben hele goede turns met heel veel kwaliteiten. Ieder heeft zo zijn eigen specialiteit ook. En dan is het natuurlijk het team samenstellen, het beste team, dat moet naar Olympische Spelen. En stel dat we het niet halen, dat zou natuurlijk heel, heel zuur zijn. Maar dan gaat er natuurlijk één individuele turn zijn. En degene gaat wie dat op dat moment het beste is voor Nederland. In hoeverre helpt het dat je in je achterhoofd hebt dat je in je beste vorm tot de top van Europa hoort? Want je hebt tenslotte zilver gewonnen op het EK. Ja, dat klopt. Dat was een beetje mijn doorbraak van mijn carrière. En dat wil ik natuurlijk weer doorzetten. En dat natuurlijk straks op de EK waar ik wil gaan staan en om dan zo door te pakken. Nu zijn we deze avond bijeen vanwege de Insporthelden, de stichting die een bijdrage levert om sporters verder weg te helpen met hun carrière. Daar zat jij al bij, maar er verandert iets. De aandacht gaat nu naar twee sporters, naar jou en Maureen Koster. Wat verandert er voor jou? Op dit moment, ik was heel erg verrast toen ik het hoorde. Want een sponsor kan je natuurlijk altijd meepakken en het helpt je echt om je doelen waar te maken. En in Sporthelden, daar heb ik natuurlijk al in gezeten. En nu dat ze het voor twee sporters gaan doen, dat is natuurlijk geweldig. Gewoon voor sporters die ook echt olympisch goed kunnen scoren. En ik denk dat ik dat in me heb en natuurlijk ook Maureen Koster, dat andere meisje. En het is altijd fijn om zo'n sponsor achter te hebben.